started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why. Yo kijkers, ik ben Nero en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe stream op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer live op Roerveen een dienst draaien bij de politie. Ik was in de tussentijd even wat aan het kijken. Kijkers, misschien dat jullie mij kunnen helpen. Of meneer van de recherche. Dat is... Ik zeg het. Ben je aan het schieten hier? Misschien per ongeluk. Je mag wel even forensisch onderzoek doen. Nee, heb jij heel toevallig op jouw telefoon ook die app NVE staan? Ja. Weet jij heel toevallig hoe ik die overbelichting hier binnen minder maak? Nee, daar heb ik zelf ook niet echt last van. Is dat niet ergens in je shift-enter met de bloem? Nee, ik weet het niet. Wacht, het is global user effect. Het wordt wel erger door de effecten. Ja, klopt. Dat is altijd zo, inderdaad. Nee, ik weet niet. Even kijken... Ja, ik weet het ook niet. Dat is het probleem. Ik weet niet dat enable bloom of zo. Dus je krijgt 20 hertjes. Nee, dat is de gloed om je achterlampen. Ja, oh, ja. Ik haal altijd door de war. Zou ik het ook niet weten, joh. Alright, nou, ik heb dan even het weer veranderd. Misschien dat dat het beter maakt. Nou, ik ga in ieder geval lekker rijden. Alleen hierin in het ziekenhuis, of niet? Hè? Huh? Alleen hierin in het ziekenhuis, ja. Of niet? Ja. Fucked up. Nou, goede dienst in ieder geval. Ja, hetzelfde. Ik zal even wat criminelen aan de tand voelen. Test worden we vandaag. Ik ben nog bezig met eventjes alles klaarzetten, kijkers. Hey, James. Hey, je mannetje is erop. Ik hoorde. Wat we vandaag gaan doen, jullie hebben het al in de titel gezien, we gaan straks op de motor. Alleen zijn er gewoon nog eventjes wat te weinig eenheden. Thanks. Dus dan moeten we het heel even mee doen. Goedendag, dat is aanvang niet over. Ja, 42,55 aan 42,6, kom eens uit. Nou, net een achtervolging gehad met een R1. Ik kom hem hier weer tegen. Gaan, wat is het? Elgin Eve, noordelijke richting. Pak die linksaf het steegje bij de garage, bij de ammunition. Hij is wel even vast, dan pak ik meteen even de motor. Dat is gehoord, hij komt nu richting AB. Actief, ga rechtsaf. Pak weer dat steegje naast de ammunition. Staat een Culion te blokkeren. Als je iets te drinken had gewild, dan hoor ik het, hè? Keren ja. Mislukt, gaat hij linksaf, Chinese car dealer.
Dan gaan we naar rechts, Adams Apple Boulevard. Gaat hij weer rechtsaf langs het metrostation noordelijke richting Alta Street. Linksaf richting Zwarte Garage. Blijf in westelijke richting. Ga nu richting Idonic. Gaat hier linksaf Kleis Eve. In zuidelijke richting. Achtervolging met een motor. Pakt hem linksaf Adams Apple Boulevard. Richting de Chinese car dealer. Nu momenteel onder de A4 door. Rechtsaf Alta Street zuidelijk. Pakt hij linksaf het steegje bij Benny's. Een hoop vriendjes rondrijden, proberen mij te blokkeren, mislukt elke keer. Gaat hij linksaf Carson Eve. Gewoon van de slof rijden die vriend hoor. Ah, donderop. Kan wel maar. Linksaf gaan we. Gaan we volgens rechts in de Boulevard Oosten. Ja, ik zie echt geen flikker. Ik zie hem niet meer rijden, hij is denk ik een steegje ingedoken. Ja, grote kans, pakt elke keer steegjes. Volgens mij rijdt hij voor ons. Linksaf, losselijk Boulevard, volgens mij. Nee, Adams Apple, maar ik zie hem niet rijden. Nee, jammer. Even kijken, als je zo'n andere gast ziet, gewoon een stopteken geven. Ja, dat komt goed. De persoon staat ook al aan Pierre, kwam ik net achter. Oké. Er komt nu een motor tussenuit rijden vanaf de auto. Munition. Die rijdt nu rechtsaf Innocence Boulevard. Wat die motor aan de kant krijg zetten. Ik een stopteken? Wat de fuck is dit? Laat maar zitten. Ja, fuck jou. Kerstin, ja, fuck jou, wat een idioot. Ik krijg een slecht niveau. 50 ook aanrijdend. Mogelijk ook weer in de Yamaha R1 zetten staan, dus dat kan ik wel verpassen. Ja. Straks wel weer even een switchje terug, want er is nu één motor, één auto. Maar ik heb dat even gedaan, dus voor die achtervolging. Ja, 55 ook staat, is 3. Ja, 1 en 1. Rijdt weg. 2 Yamaha's. Linksaf. Mijn verlichting doet het niet. Maar oké. In ieder geval wel mijn lamp in blauw. Blauw. Rijd noordelijke richting van rechtsaf op de spoedboulevard oostelijk. Ik kan even niet met straatnavigatie aanzetten. Ik ga de rode garage door. Linksaf San Andreas westelijk. Winter Street in. Duidelijk. Linksaf weer, de spoedje oostelijk. Weer de rode garage in. Ik ga meteen terug even naar de auto. Het was gehoord, ik probeer zover mogelijk te volgen, ben hem ook momenteel even uit zich verloren. Hij was veel sportiever, dit ding. Ja, hij wil even terug naar de winkel, even een klim om te vragen. Ja, mocht hij een kenteken hebben, gewoon lekker in de ANPR zetten. Oké, dit is een gek begin van de dienst. Meteen echt al 3 achtervolgingen ofzo. Rij even terug richting het bureau. Ga namelijk even de motor weer omwisselen voor de auto. Omdat we. Ik hoor je staatsstrie bij de winkel. Maar dat heb ik nu gedaan omdat er 3 keer een achtervolging was met de Yamaha R1.
ik ben even terug naar het bureau, even de auto. Dat is goed. Vraag me alleen af wie de vierde eenheid in dienst is, ik heb het helemaal gek van. De derde eenheid weet ik in ieder geval wel, dat is iemand van de recherche. Ja, ik zie momenteel wel een motor bij de winkel weer aankomen rijden. Ja, geef me een stuk teken. Net momenteel winkelier aan het ondervragen, dus ik kan moeilijk een stopteken geven. Hey, Jasper weer? Hallo? Is er ergens een ik hoor jou niet. Is er een andere auto gestolen en is het daar nog een keer gecrashed? Ik hoor jou nog steeds niet. Ah, de 55 aan 06. Ah, het is moeitje weg, piraat. Ja. Hallo? Ja, ik hoor nu iets. Hey, jullie zijn allemaal ingemeld, of niet? Ja, ik kom me wel even uit. Ja, wij krijgen allemaal winkelovervallen. Die kunnen we met z'n tweeën niet doen. Ik klok je wel even uit, Pim. Kom maar naar beneden. Oh ja, jij kan dat doen. Dag, jongen. Ah, hij staat in ieder geval wel vast in de ampere. Top, ik zit er op de auto, hoor. Hoe ga jij? Hoe dan over? Dat is goed over. Ja, we gaan weer lekker rijden. Kijk. Gek begin van de dienst, zei ik net ook al. Ik heb eigenlijk niet eens echt met jullie begin een beetje kunnen bespreken. Ik zie in de tussentijd in ieder geval wel 310 kijkers. Voor de kijkers die zich afvragen, Ido, maar je zou toch op de motor vandaag, waarom wisselen jullie nou in voor de auto? Omdat er geen eenheden zijn, dus ik moet wel in de auto. Ik ga wel even een berichtje sturen of er eenheden in dienst komen. Zo. Kijk, en dan gaan wij lekker beginnen. Weer opnieuw, maar dan eventjes in de auto. Ja. Ik merk wel echt dat ik de laatste stream aanzienlijk meer lag heb. Ik ga eens gewoon die effecten uitzetten. Kijken of dat het... Oh, dit maakt het niet heel veel mooier eigenlijk, hè. Ja, we gaan in ieder geval gewoon lekker de dienst rijden en zien we wat verder allemaal tegenkomen. Stellig dat jullie er in ieder geval allemaal weer bij zijn. We hebben al 2 achtervolgingen gehad. Zitten er al op. Kijk. En ja, nu gewoon lekker de dienst draaien. Altijd als je dan de snelweg op duikt, gaan ze direct door het rood. Maar ja, ik heb een beetje meer. Rijden, dat zie je weer. 55 koppelverzoek. Rijdt in westelijke richting. Richting voor je vraag. Hoppa, stuurmanskunst, jongen. Oh.
steeds westelijk. Ja, dat gaf de aan. Ja, aan de Pierre. Zeg, rode geluid, wel even. Hij heeft wel een motor achter je aan. Ik heb hier niemand stop dan. Hier staat wel iemand. Den B. Hey, Matthijs. Ja, wacht, ik ben heel even een gode ding. Nee, dat is hem niet. Ten eerste ander merk en ten tweede ander kenteken. Zit niet voor, maar heel simpel. Je stapt uit op het midden van de weg. Ja, doe dat even niet. Volgende keer is gevaarlijk, man. Oké, ja, top. Sorry, man. Yes. Ja, ik wou even vragen aan hem. Maar ja, is helemaal goed. Nou, dan ga je volgende keer ernaast, dan doe je raam naar beneden. Hè? Ja, is goed. Doe ik dat even voor. Jojo. Welke kant reed jij hierheen op? Zuidelijk. Zo. Ik moet ook nog even mijn tippie stream ding openzetten. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik snap alleen echt niet waar die verschrikkelijke lag vandaan komt. Ik vind het zo vervelend. Hoe kan dit, gast? Wat een onzin is het ook. Het zal. Ik zet even mijn tipje stream dingetje goed. Kijken. Kijk. Gaan we lekker rijden. Kan je nagaan, hè? Heb je de beste videokaart die er is? Heb je een van de beste processors die momenteel op de markt is? En je hebt gewoon geen 60 fps of 5M. Fantastisch. Nou, erg fijn. Erg fijn. Waar gaat het soms uit? 55. Ja, vakantie zijn. Oh, het is Roos. Ik zie alweer die paardenstaarten langskomen. Laat dan maar zitten hoor. We zijn op zoek naar iemand op een RE, maar dat ben jij niet. Oh nee, dat ben ik. Oké, nee, dan is het prima. Fijne dag nog, Roos. Ja, dank je zelf. Fijne dag. Zo. Hé, daar heb je die dikke weer. Het loopt een spannende dienst te worden. Die dikke met een paarse truitjes er weer. Oh, ik heb weer een Yamaha R1 gespot. Noordelijke richting. Richting A1. Op een verzoek. Ja, ruim maar mee. We zitten al op de A1. Ik kan de stop geven. Ja, achtervolging wordt opgericht in A1. Snelheid 160 lopend.
Ja, gestopt. We zijn gestopt in de parkeerhaven ter hoogte van het casino. Goeiedag, je mag over de motor afzetten en even de sleutel in je broekzak doen. Wat is er aan de hand dan, meneer de agent? Hè? Wat is er aan de hand dan, meneer de agent? Nou, je moet even staan nog houden. Wat voor reden? Nou, we dachten van ongeveer 160 rijden waar je 130 mag. Laten we daarmee beginnen. En daarnaast ga ik even verkeerscontrole doen. En je ziet me nog een dingetje. Waar is je helm? Die was ik thuis nog vergeten. Die was je thuis nog vergeten. Nou, dan heb ik in ieder geval heel, heel erg treurig nieuws. Maar je mag niet verder rijden totdat je een helm hebt. Oh, nee. Dus ik zou gewoon even een maat van je bellen of die even een helmpje langs kan brengen. Dat is goed, zou ik doen. Die kan je zo best even afzetten bij een kledingwinkel die hier in de buurt zit. Dat is ook prima. Ik bel even iemand op zo meteen. Ik ga ook niet weg totdat die maat voor jou er is hoor, want ik wil wel zeker weten dat je niet zonder helm weggaat. Want anders kunnen wij misschien straks delen van jou van de weg gaan plukken, omdat je misschien een ongeluk hebt gehad. Mag ik even je rijkentekenbewijs zien? Dankjewel, Luca Nuestra. Kijken. En nu even je kenteken. Kijken. Ziet er allemaal in orde uit. En jouw pagina ziet er ook allemaal goed uit. Mooi. Laatst was 4 april. Dreigen met een vuurwapen. Slash wapen. Heftig, heftig. Geen idee. Nee. Kut. Wacht even, meneer. Gaat ons goed, meneer Kuipers, of... Wacht even. Oh. Gok zo dat je even een hele fles water op jezelf om laten vallen. Wat zei je? Domme. Zeer herkenbaar. Ja, maar dit... Ja. Als het zo'n dagje beloofd te gaan worden, nou... Dan ga ik maar goed gelijk op een hartje. Meneer? Even doorrijden. Je mag doorrijden, hup. Maar ik wil een vraag, ik heb een vraag. Ja, ga lekker stilstaan midden op de snelweg. Maar ja, 5 tellen, anders ben je aangehouden. 3, ik wil mijn motor 2, terug. Hallo. 1, doei. Moet je betalen. Meneer, ik wil mijn motor terug. Waar rijdt u nu op? Gestolen, hè? Gestolen motor. Zeer slim, nee. Ik ga geen aandacht aan besteden, ik weet al wie het is. Ja, ik ook al. Mhm. Ik gooi even allemaal drinken over mezelf heen. Je niet helemaal natte politiekleren ineens. God voor je hopie. Nee, is verder in orde. Bel even die maat van jou. Want die heeft hier een komende helmpie. Ja, is goed. Ik blijf heel eventjes wachten tot hij er is en dan kunnen we verder. Of moet ik even snel mijn kledingboek afzetten? Zo. Sure. Ga maar weer, Jorik. Yes. Ja, doe dat maar dan. Maar rijden weer, collega. Yes. Zet u of je motor wat verder aan de zijkant. Ja, zo. Voor je eigen veiligheid. Ja, voor je motor veiligheid. Yes, top. Taxi. Oh, trouwens, dit is mijn maat. Hij is wel op tijd gekomen. Oh, dat is prima. Dan is dat ook goed hoor. Yo. Je taxi is aan. Ja, daar gaat je. Oh, jeetje. Ga maar net. Lekker man. Rij maar door. Oh. Ja, wacht, ik ben even aan het jeuken. Ja, dat ga je even niet doen naar de snelweg. Nee, ik was even aan het krabben. Oh, ja. Ja, jij bent een lul, vriend. Ja, de 42.6 gaat een stopteken geven aan de Audi A3. Die keert gewoon op het midden van de snelweg. Duidelijk richting naar 1, maar gaat stoppen. Maat. Stoppen? Eventjes, hè? Kan je me alsjeblieft matsen? Alsjeblieft. Wat heb je fout gedaan?
De U-turn. Ja. Hoe gaan we dat volgende keer doen? De afslag nemen bij Casino. Welke afslag? Als je de snelweg verderop rijdt, de brug op, weet je al, dan links afslaan. Ja. En dan weer links afslaan de andere helft van de snelweg nemen. Oké. Wacht even. Wat is dit vandaag allemaal? Ja, en dan word ik ook nog gebeld, dan kan er ook nog wel bij. Nou, dan zou ik maar helemaal mat hoor, ik weet het niet, maar zo zou ik te werk in gaan. Ja, rij maar verder hoor. Het is nog rood. Ja, ik kan niks meer. Mijn Jij loopt vast? Mijn muis doet het niet meer. Oh. En ik word gebeld door Dembe en dan blijft dat straks in 3 jaar in mijn beeld staan. Oh. Moet ik je auto aan de kant zetten of niet? Nee, ik kan ook niet uitstappen. Oh. Ik ga er van door dan. Oh, hij doet het weer. Kijk, toch, maar rij maar hoor. Yo. Oké, ik werd even helemaal gek, kijkers. Ik ben de hele tijd rechts onderin dat stomme ding staan. Nou, Kuipers, ik ben klaar. Oh ja, dat, ik zag je gewoon meer staan. Ik denk, ik zeg even hallo. Oh, hallo. Hallo. Hi. Nou, wat heb je te doen? Heel veel staande houding. Oh, waar ben je momenteel dan? In Sandy Shores. Daveland, sorry. Nou, ik kom wel. Oké, tot zo. Waar ben je dan in Daveland? Heb je een postcode? Ja, dat is 1031. Ja, wat ben je nou stil dan? Hallo? Ja, 42-2, eenmaal staande houding van een Hyundai ook. Ja, voor. Ga ook even staan. Oh, hallo. Goedendag. Zie je nou dat je niet in de baan bent? Hier, Graveland. Oh, ik denk dat mijn GPS een beetje in storing had dan. Ja, denk ik. Nee. Ik wist niet eens dat je stopteken aan had. Je gaat zo voor mij knallen. Ik dacht, ik rijd door. Dikke scheiding. Ja, nou, dat zou ik volgende keer maar even kijken. In mijn achtervolging. Oh. Roya Audi R8, nou, momenteel de A4 op westelijke richting. Ik rij wel mee. Hou daar vervolgens rechts aan. A4 westelijk? Ja, positief. A4 westelijk gaan we momenteel richting de A12. Ja, goed. Ga ik wel richting de A9. Kijk even of je naar links kunt sturen. Dus de link... Dat kan niet, dat voertuig dat heeft voorsprong van hier tot Tokio. Ja, voertuig alweer uit zich. Betreft een rode Audi R8. Is die links of rechts aangekomen? Ja, onbekend. Laatst gezien de A12. Dus of de A9 richting AB of de A9 richting ziekenhuis. Hij rijdt momenteel richting het oud ziekenhuis. Waarom is het ook zo verschrikkelijk rustig in die vandaag? Waarom is het niet? Ik heb geen enkel idee, 06. Waarschijnlijk omdat er geen hond te doen is over. Ja, er komt pas een hond te doen als er mensen in dienst zijn. En het was net echt super druk trouwens. Maar nee, ik zie niks.
Zo. Gaan we weer verder rijden. In de tussentijd zijn er 434 kijkers. Welkom al bij de stream. Doe even een duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. En meer uiteraard zeker weten van meer. Nee, die Dembe is weer aan het stappen. Ik hoop dat we straks nog even kunnen omschakelen naar de motor. Dat zou ik wel prettig vinden. Ja, dan zou je helemaal staan naar de over. Wat is uw locatie? Ik moet deze keer op een preventief kant. Ja, bij begrepen betreft Denise de Bruin, dus ik denk niet dat ze er vandoor gaat over. We gaan even een hele heftige entree maken. Conclusie. Het licht is groen, u rijdt niet door, en wij rijden wel door. Jezus Christus! Het is het zware verschil. Het is even rijkentekenbewijs. Ja, hoor. Dankjewel. Godverdamme, zijn jullie ook nog? Jezus, kunnen jullie het niet alleen? Hé, meneer Kuipers. Ja? Ja, wij zijn om een paar boetes uit te gaan schrijven. Nee. Fout parkeren. Ik wil wat anders doen, maar ik zit even te kijken, ik heb dat ding niet bij me, volgens mij. Oh god, oh god. Ik vind het je doet terug, hè! Zo, brave... Zo, pardon, brave burger. Dit gaat in het nieuws. Tuurlijk, wat u wil, mevrouw de Rijn. Zie je wat hij doet, joh? Het is een brigadier, hè? Nee, ik zie niet wat hij doet. Ik ben namelijk momenteel in het mails aan het concluderen wat jij allemaal op uw naam hebt staan, mevrouw de Vrijen. Helemaal niks. Hé, nee, klopt. Hé, dit is mishandeling van de ambtenarenfunctie. Maar er komt wel verandering in. Wat? Hou je bek? Niks. Nou, let even op de groene lichtjes en dan heb je je rijkentekenbewijs even weg te volgen. Groene lichtjes? Ja, de groene lichtjes. Als het groen is, moet je doorrijden. Als het oranje is, moet je stoppen. Als het rood is, moet je al helemaal stoppen. Ja. Oh man. Hij is niet lekker hoor, tering. Ik wil gewoon, hè. Kost wat het kost. Ik heb toch een ABB. Hoor je bij Max? Ja. Ja, de stembanden hadden een kleine... Een klein probleem. We zitten iets te zwaar persoon in de auto, denk ik, Denise, hè? Ja, werk het. Ja. Oh, goud. Arme Denise, alle banden weg. Het is rustig vandaag. Of nu, moet ik zeggen. Ja, ja. Hier ook weinig mensen verkeersovertredingen begaan. Dus ja.
Terwijl er wel gewoon bijna 50 man in de stad is. Dan is het normaal echt super druk. Denise. Hier, dat is over de doorgetrokken strepen, zie je het? Ja. Yeah. De wil. Oh, het is kom. Oh, joh. Je stoppen, joh. Dat was bijna mijn dood. Denise. Lekker voor je. Groen betekent doorrijden, rood betekent stoppen. Niet andersom, hè? Nee, het was gewoon groen, hoor. Ja, maar je ging zeg maar voor een ander groen licht stilstaan en toen je het oranje werd, ging je pas rijden. Nee, dat klopt niet. Jawel. Niet? Mhm. Niet? Niet meer doen, hè. Ga je mij nu een boete geven voor de groen rijden? Nee, maar je moet gewoon niet meer doen. Wat is het? Dino Kuipers vertelt de blauwe pet. Ik hoor jou niet, Dembe. Jij doet het niet. Net ook al niet over de telefoon. 466 kijkers, ook nog bij de stream. Doe even een duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer natuurlijk, zeker weten. Ik ben een beetje op de maar uit. Daarnaast zag ik een 1 euro superchat langskomen van Brian Hogerwaard. Alleen is hij nog niet in beeld gekomen. Ik weet niet wat er met Tippy Stream aan de hand is, maar... Nee, ik ga hem niet staan houden voor het rode licht. Ja, ik kan geen snellere auto, want dan zijn we met z'n drietjes in dienst. Hallo? Hallo. Ben jullie ook zo rustig? Hallo. Hallo? Test. Hallo? Hoor je me nu wel? Hallo? Hoor je mij? Korte check. Hallo, hoor je mij? Positief. Hallo, ik hoor je. Ah, fijn. Duurde even. Is bij jullie ook zo rustig? Geen ene reet te doen. Nou, lekker. Maar bij ons ook niet. Oh, ik heb weer geveld. Echt donder nou eens op! Kopje koffie. Vertel op blauw pet. Goedemiddag. Er heeft een 02 ja, iemand staan, de houding voor een Yamaha R1. Jij smiekt. Ik wil je nooit misbreken, Ferdinand. Waar heb jij het over? Kut, wat kut. Justin, wat ben je ook een lul. Ik ga Gerard terugbellen. Hallo politie. Hey, dag, je mag even stoppen. Ik loop hier gek in de supermarkt de eigenaar te bedreigen en lastig te vallen, joh. Ja, 02 koppenverzoek. Ja, dat is ook schoten, maar. Op de
dezelfde locatie. Dus waarom? Een 3 euro donatie van Roy. Hey Ippie, ik ben er weer bij vandaag. Succes met de stream, Ippie. Dankjewel voor jouw 3 euro donatie, Roy. En welkom bij de stream. We zijn aan het rijden naar een overval. Er is ook geschoten bij die overval. 3 kilometer rijden. Dus ja, we gaan het zien. Ja, kut Justin, jongen. Oh, ik heb ook echt eventjes... daar ben ik nog mee bezig, maar ik moet even mijn alt-account aanmaken. Ferdinand. En nog een 3 euro donatie van... Tivano Troiano. Ik moet het wel goed zeggen, namelijk. En die zegt... hoi Iro, kan ik je een keer DM'en? Want ik heb een paar vraagjes. Nee. Eigenlijk, ja, nee. Ik doe niet DM met kijkers, want weet je wat het is? Ik kan dat niet bij iedereen doen. Ik vind het een beetje lullig om dat voor iemand wel te doen. Maar vragen over Roeveen kan je altijd stellen in het hulpkanaal van Roeveen. Daar worden al je vragen gewoon netjes beantwoord. En ja, dat eigenlijk. Veel meer kan ik er ook niet van maken, ben ik bang. De 401 meldt zich straat 1 en op de golf. Dan hebben we 2 golfjes over. In dat geval op maar, de beurt lassen. Maar voor u een overvalsmelding met vuurwapen over. Postcode 923. De status 3. Niks meer aangetrokken voor de winkel. Fantastisch leuk. Even kijken of ik een kogelgat zie zitten. Politie! Maak zelf bekend. Oh, meneer is doodgeschoten. De overvaller over? Nee. De winkeleigenaar. Interessant. Ja, leuk zo, een overval. Hem doodschieten. Geen spoor achterlaten. Elmorgon. We zoeken naar een voertuig Elmorgon. Ik ga even kijken wat het voor een is. Nou, dat zal een beetje een ouderwetse sportieve classic zijn. En ja, dat is eigenlijk ook alles wat ik weet. Kenteken begint met 80. Nee, dus mors dood, niks uit te halen. Leuk, zo'n overval. Heeft de 4206 een Jeep Wagoneer in zicht. En die rijdt echt super roekeloos. Die komt nu voor die winkel, die ga ik even stoppen kijken. Maar eenheidje erbij, 2 man in de masker. En dat we in ieder geval zijn aanhouding Jeep, daar kijk op daar en kwam vanaf de Route 68 over. Goedendag. Dag, wat wil je doen? Stevens. Yo. Babak. Waar heb jij geleerd zo te rijden? Hè? Waar heb jij geleerd zo te bij rijden? Bij jullie. Oh, bij CBA. Oh, en in je privéauto heb je ook vrijstelling, of? Hoezo? Ik rijd toch gewoon rechtdoor op een weg? Ja, met wel iets meer dan 80. En je haalde me er een in, dat ging me net goed. Nee hoor. Ja, ja hoor. Dat was ik niet. Dat was iemand anders. Hey. Hij reed. Doei. Hebben jullie een ouderwetse auto gezien? Ouderwetse nee, auto? Niet gezien. Oh, dat is... Ja, hier. Hm, oké. Okay. Wat is er meer dan? Nou, die heeft hier net een gewapende overval gepleegd en die meneer in de winkel doodgeschoten. Dus als je broodje wil winkel. Eten, dat gaat binnen. Dit is zijn winkel. Ah, mijn winkel. Hè? Wat gebeurt hier allemaal? Dit is zijn winkel. Mijn winkel. Oh, nou, er is niet veel van je meneer over die achter de kassa staat. Ja, die. Oh. Ja, die is doodgeschoten. Nee, Hendrik! Nee. Ja, kut. Kut. Ik wil echt geen trauma, kan niet geven. Maar, Hendrik. Nee. Maarten? Nee. Waarom kom je niet in dienst? Druk bezig.
Ja, heel druk. Maakt niet wel anders wat een gek. Nou, doei! 46 staat zijn. Ja. Het ging om Max. Max Steven. Kan ook nog altijd in de dienst, toch? Hey, Steven. Goed weer gebeld. Ido, hey, Kuipers. Pet. Ja. Ja, ik heb een opdracht voor je, of in ieder geval iets te doen. Heb je tijd voor een wegafzetting en opdracht van de ANWB? Nee. Oh. Nee. Waarom niet? Ja, dan sta ik al half uur met de weg dicht. Nee. Hier, mijn auto zit in een bushokje. En het bushokje vliegt. En de auto niet. Maar de auto ligt op de kop half. En de voordingetje ligt eraf. Hey, en Dembe. Ja. Klinkt als een prima taak voor de ANWB. Ja, maar die mogen de weg niet afzetten. Kun je niet even gezellig komen, kun je ook gezellig met mij kletsen. Nee, daar heb ik allemaal geen zin in, joh. Jawel, dat is leuk. En daarna gaan we even koffie drinken, ja? Kom. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kuipers, alsjeblieft. Jawel, please, 10 minuutjes. Alsjeblieft. Je hoeft niet per se de wegafzetting te doen, maar kom dan gewoon gezellig kletsen. Nee. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ik doe nog eens, ga ik het even om naar de lichte motor. Even kijken in het berggebied of er eventueel metstokers staan. Volgens mij voldoen we niet aan het roepnummer plan 4201. Ik heb als 4201 geen roepnummer, lieve vriend. Ik heb als marketing geen roepnummer plan. Jawel. Oh, ik word weer gebeld. Echt, donder op! Heb je dan dadelijk wel tijd om mij staande... Oh, ik moet maar zo netjes houden en dan komt Renzo aan met één grote middelvinger. Wat doe ik nou weer? Oh, dat ging niet. Op de twee, daar zijn we weer. Nou, koppel met Renzo gaat hem niet worden. Want Renzo die gaat op de motor. Dus ja. Ik zou zeggen, doe even in de chat, Renzo is op kwal. Kom, ik ben een fijne avond. Zo. Ja, het zijn weer terug van eentje over. Oh, goed. Renzo is op kwal, jongens. Twee gaat daaruit, laat hem dan weg. Doe het. Ik heb nog één, dat we wel eventjes in de chat kijken. Even kort bezig met iets anders. Grote ding. Ja, het is wel heel belangrijk dit hoor. Luister in de chat. Sorry Renzo. Sorry. Oh, goud. Ja, we zijn bijna bij tanks. Woe, daar ging me net. Oh. Mooi driftje wel. Heerlijk. Krijg je ervan, Renzo? Zo'n grote middelvinger opstreken op de stream. Terwijl we gewoon koppels houden. Kan niet. Ik had namelijk met Renzo afgesproken om koppel te gaan. Koppelmotor. Maar toen waren er geen eenheden. En nu gaat Renzo gewoon zelf op de motor. Omdat hij korpsleiding heeft. Ja. Erg jammer, Renzo. Erg jammer. Oh, wat duurt de tank altijd verschrikkelijk lang. Kunnen we niet een turbo? Ja, 42 staat als 3.
rider te laten vermelden. Dan nog mee te rijden. Verdachte situatie bij Lauwman. Even kijken. Dat is 3. De motoren in de omgeving. Rijdt er even iemand mee? Goeiedag. Ja, 19-02 staat bij de melding voor de ANWB. Peppers, u kunt doorgaan. Wat? Er is een gebedje. Maar hij mag volgens mij ook genegeerd worden, is die laatste melding. Leuk, altijd. Sorry. Heb je eindelijk wat? Hm. Ja, ik rij wel weer verder. Wat waren jullie aan het doen? Status 3 bij een wegafzetting voor de ANWB. Treffen daar een Audi RSQ8 een bushok in. En nogal wat ANWB eromheen. Ja, gehoord. Ja, wat gaan we doen? Ik weet het niet, want ik nu over een kwartiertje ook gaan. Het is tot nu toe misschien wel een van de meer Oeh, ja. Hoppa, rood. 130. 50. Drift over de weg, dat is goed. 5. Kom eens uit. Een klein gouden zakje. Ja, hoor. Goeiedag. Hoi. Mag even je motor afzetten? Ja. Nou, heb je enig idee waarvoor ik je op staande hou, meneer? Ja, ik reed nogal door. Jij reed nogal door, ja. Evian is het niet? Ja. Nou, naast het feit dat je ongeveer 150 reed, dat is in ieder geval een meting die ik heb. Dat is... Nee, dat is niet overdreven. Ik reed zelf 150 en je liep nog dikker maar. Nee. Rij maar even dikker door, hoor. Buiten. Ja, collega, vroeg om versterking. Oh, echt. Donder een end op. Stap in die auto en weg hier. Oh, hier heb ik zo geen zin in. Ik ben gewoon in gesprek! Jongens, het hele E-team donder op. In mijn auto. Mijn petje! Ja, lekker voor je petje. Zo gaan in die Ammer. Ja, tuurlijk hoor, dit kan er ook maar één zijn. Arends. Ja, dit is slaan van een ambtenaar in functie. Ja, eens. Uitschrijven die ander. Zou ik uw ID-kaart even mogen zien? Nou, wat kut dit. Meneer, rijdt u anders maar verder, wij handelen. Nee. Hallo, dan word je aangehouden, Davian. Ja, voor wat? Ja, voor het negeren van een stopteken. Ja, u negeert hier een ambtenaar. Ik zeg dat ik mag doorrijden. Nee, ja, door wie? Door een ambtenaar? Nee, natuurlijk niet. Donderop, waarom doet mijn muis het weer niet? Rij maar door, hoor, meneer. Nee, je blijft staan. Echt, ik zweer nee, het je. Nee, maar door. MWSF staat boven de politie. Doe maar. Oh. Ja. Doe maar, ga maar door. Hey! Wacht! Nou, wacht even voor, Davian. Nee. Oh, nee. Nee. Laten we maar rennen met de boeien. Nee. Zullen wij heel even het gesprek vervolgen? Ja, even wel. Politie mishandeling! Wacht, alsjeblieft een auto erbij hier. Auw! Oh. Er is daar een 06. Ja, chaotische situatie. Kijk, ik word ook nog eens aangereden door die ik word ook nog eens aangereden door die politieagent. Waar wil je klaar zijn, kom uw kant op. Ja, graag een beetje toe. Davian, mag ik je rijkenten? Ik word ook nog eens aangereden door die politieagent. Ik versta er echt niks van. Oh, wacht, je kunt niet instappen, kut. In 2 seconden? Ja, als een bandlek steken. Nee, dit is mijn auto, hallo. 5. Steken bij jouw bandlek. 4. Hallo, ik zit hier in de boeien, hoor. Boei mijn collega, dan gaan wij weg. Niet de Amarok, niet de Amarok. Ja, oké, ik ontboei hem en jullie zijn direct weg? Ja. Nou, je houdt je maar beter aan je woord, want ik steek hem zo lek. Je mag wel doorrijden, hoor. Dreiging. Nee! Donder op, man. Arends, rijd door. 5. Hoezo, jij moet ook mee. Ik ga niet zonder jou weg. Ik wil niet in de G-klasse. Nee, rot op. Die krijg je nog terug. Ah!
4202 aan de 06, kom eens uit. Ja, bericht over. Bericht over. Wat is uw locatie? Ja, supply stream, maar ze zijn inmiddels weg. Ja, godverdomme, mijn auto ook nog kapot. Die krijgt prima cholera. Zet hem maar wat verder op. Ik zet hem wel helemaal op de stukje. Laat maar zitten. Mocht je een Amarok zien met MBSF mensen erin aan staan. Ja, ik ben blij dat ik bij de ANWB en die meneer van MBSF mag worden aangehouden voor mishandeling van ambtenarenfunctie. Daar ga ik straks mijn aangifte van invullen. Oké, okay, sorry. Ja, mag ik je rijkenting bewijzen of niet? Ja hoor. Wat een chaos, zeg. Kijk. Oh, je ging iets snel weg voor je rijbewijs. Ik had geen tijd om naar je rijbewijs te kijken, omdat het kentekenbewijs wil. Nee, dat deed ik heus niet expres. Oh, waarom zou die nou weg zijn? Leg mij dat eens uit. Nou, weet je wat het ding is? Die is verkeerd afgenomen, want ze moesten mijn motorrijbewijs afnemen, maar ze hebben mijn autorijbewijs afgenomen. Maar heel eerlijk, daar is dan in dit geval nu niks verkeerds meer aan, want je hebt twee artikelen. 4202 heeft in ieder geval in mijn AT rijden om invloed. Ja. Even hoor. Een artikeltje voor... of artikel 5 wegverkeerswet, het onnodig in gevaar brengen van andere weggebruikers met roekeloos rijgedrag erbij. Nou, de weg was redelijk leeg, dus ik heb er niet echt iemand mee. Helemaal, niet helemaal. Ja, maar wel, inderdaad, wel, de brug wel. Wel zo leeg dat ik wel. Maar daarnaast hebben we ook nog een meting van 150 waar je 80 mag. Had ik correctie af, houden we 143 over. Mm-hmm. En dan gaat de officier van justitie bepalen wat er gaat gebeuren met jouw rijbewijs. Ja. Dus ja, je mag niet meer verder rijden, David. Hou even je motor uit de garage, volgens mij heb je er wel een. Ja. Ik heb een R1. En dan ga ik je deze keer ook matsen, zet je auto ook. Away als je wegrijdt, dan heb je echt een kant. Ja, nou, ik zou wel eerst langs de ANWB moeten, want dat... Ga je eerst langs de ANWB, maar als je straks nog in die auto ziet rijden, nou, je weet dat er dan speelt. Nou, je ziet de auto zo waarschijnlijk nog wel rijden, maar niet met mij achter het stuur. Dat kan ook. Nou, doei. Nou, oh, wacht, je rijdt kent ook bewijs. Yes. Hey, dankjewel. Kijk eens aan. Dat was natuurlijk ook als NPC de deal kon doen. Kut Lorenzo. Oh, wat is die ook vervelend als die MWSF meneer. Ho. Zo, net. Ik ben wel benieuwd waar ze nu zijn, want ik wil nog wel even met hun nog een gesprekje hebben. Waar zijn ze nou heen? Oh. Dit zo, ik kan ze niet meer vinden. Nou, ja, 42-2 staat dus 4 veroordelingen over. Ik weet het nog eens hoe staat zijn. Kijk! What the fuck?
Oh mijn god, het is de politie. Hallo. Wat denk je? Ah, oh, zijn we hier? Ik kan ook al niet rijden. Oh, ik. Melding. Heb je hier rijden? Oh, een melding. Oh, hij heeft ja, een het zal weer niet, hè? Hij heeft schade veroorzaakt. Rijdplaats melden. God voor een joopje, wat kan ik niet rijden? Wacht eens even, blijf je staan allebei. Het is er aan de hand? Het zal. Nee! Mag ja, er wordt doen? Een RE gezocht, maar we zijn het niet, geloof me. Nee, oprecht. Het zal mijn WOC-status zijn. We beloven het, we zijn ja, het niet. Je moet even naar de ANWB even de kop eraf laten halen. Nee, dat heb ik gedaan, maar dat was bij een ANWB'er. Maar die ANWB'er, die heeft het wel in het systeem gezet, maar die klote team, nou, dus die hebben het gisteren nog niet gecheckt. Zou ik het dan dus even voor je afhalen? Nou, als het kan, alsjeblieft. Je als je de rijden ook gelijk even kan weghalen. 16 AED. Nee. 11 JFTE. Weggaan. Hou ze even je bek, man. Donder op met je G-klasse. Ja, we mogen. Ja, ga als jongen. Ja, mij moet er ook even af. 16. Dat kunnen we even ergens anders gaan staan. Kan je deze nu? Ja. Oh, ik zou die niet pikken, man. Ai. Hij trapt gewoon tegen je motor. Tegen je auto. Dat zou ik stoer vinden. Ja, die is helaas niet lekker, man. Dan ga je net niet lukken met een primaat. Helaas. Daar is je prim net niet te sterk. Ben ik goed zo'n prim? Ai. Maar, mag ik hem even oplezen? Ik heb het door, hè, dat het goed werkt. Ja. Wat is daar? Dat is niet lekker, man. Check. Nee, dat zie je. Check. Ja, dat is weer frequentie 2. Hé, daar is je vuurwapen, daar is je vuurwapen, hé! Vuurwapen, hoi. Waar? Hij kent vuurwapen daar. Waar? Kent vuurwapen. Meneer, ik had niet hoe ik staat zo van die dingen. Nee, niks. Ja, doe het dan daar, op! Daar, daarachter. Zie je. Ga nou weg eens even, Sam. Vuurwapen, broer. Ga even, waar? Ga dat doen. Daarachter! Ik zie niks. Oh ja, man, bijna headshot die aan. Ga maar staan, nou. Oh. Kom vlug langs je grill. Schoten gelost, schoten gelost! Oostelijke richting van Spoetje Boulevard. Twee keer op mijn auto geschoten. Maar rechtsaf, zuidelijke richting Verdenkeningstraat, sluit u aan. A4 op. Schoten gelost nogmaals. Weer twee schoten. Inmiddels vier schoten op mij gelost. A4, westelijke richting. A4, westelijke richting. Snelheden lopen op. Rijden in de richting van de A12. Wat is dit nou voor kansloos iets? Lijkt erop alsof we zuid aanhouden. Correctie, noordelijke richting, A12, 40-1. Luistert u mee? Positief, staat bijna achteraan. Ja, ik vond het overigens wel opmerkelijk, want het werd gewoon op de Broekenpark garage gebruikt. 40-02, rijdt u mee? Die is een evenstaats 4 veroordeling. Ja. Ja, uit het zicht. Het ging om een Jeep Trackhawk. Wit van kleur. Volgens mij is hij de tunnel ingereden. Wow. Hier schrok ik even van. Dit zag ik niet aankomen. Ik dacht dat ze aan het kutten waren. Ik ben de tunnel in. Ik ben door de tunnel heen, ik zie nog steeds, ik zie nog steeds, ik zie niets meer. Maar helemaal uit het zicht geraakt hebben. Ja. Kijk ik even naar de 41 gezien het feit dat er al de hele avond geen extra eenheden komen. Mag ik heel eventjes de A6 pakken? Doordat als die auto straks weer in beeld komt, dat we hem wel kunnen pakken.
Dus ik duw even weg bij mij, maar eenmaal. Vind je het goed als ik, gezien het feit dat er al de hele avond een extra eenheden in dienst komen, heel even de A6 pak voor als die auto's wel weer in beeld komt, dat we hem wel kunnen bijhouden? Positief. Wel alleen voor dat doel uit. Ja, dat snap ik. Ik ben sowieso voor 24 minuten stats. Oeh, want? Even, zijn schoten gelost. Wat zijn er rijden? 41. Oké, rijdend. Anderhalf kilometer. Ik wil even weten of je er nog was. Ik zie je daar in de buurt was. Hij is op een tankstation. Hey, luister, er is hier net geschoten. Stress bro, ik zweer het. Oh, haal ze ineens. Het is een groot pistool. Het is echt een moordpoor in de zuipel. Ben je nog steeds dezelfde locatie? Voertuig gezien, komt op mij af. Wat voor voertuig gaat het? Nu weer terug tunnel in. Ja, nog steeds diezelfde track op. Ben je kenteken deze? Negatief, ga terug richting de tunnel. Oude afstand. Oké. Ik zit even te denken, wat is handigheid allemaal? Ik ben in ieder geval rijdend. Een beetje afstand houden. Locatie? Klasse situm. Ja, negatief niet meer. Als de 40-1 rechtdoor gaat, pakt de... Ja, vervalt. Zicht, zicht, zicht. Ja, rijdt voor ons. A9, oostelijk. Snelheden lopen op. 150 oplopend inmiddels. Zit erachter, zo'n 400, 500 meter. Staat stil. Ja, mijn band is lekker geschoten, echt. Ik ben niet op mensen aan het schieten. Ik bedoel niet op mensen aan het schieten. Zij zijn op mij aan het schieten. Kom snel. Nou, en ik kan weer langs de ANWB. Leuke avond. Echt, what the fuck, gast. Ik ga daar gewoon een noodband erop drukken en ik ben weer de weg op. Ja, is nu ook wel een beetje nodig. Actie? Onbekend. Ja, A9 hield hij aan, sorry. Ik weet alleen niet wat hij daarna heeft gedaan. Oh ja joh, ik slip ook lekker uit de bocht. Voorrang, ik heb een nieuwe band nodig. Zijn schoten gelost, ANWB. Ja, ben ik op setting nodig, Pik. Schoten gelost. Mag ik alsjeblieft snel een nieuwe band? We zitten in een achterkant. Welke band wil je hebben? Bart, rechtsachter. Hij wil een fietsband. Rechtsachter. Wat is links en rechts? Of links? Rechts is zeg maar niet de kant van het stopbord. Zo gelijk formuleren zo. Ja, precies, dat heb ik nodig. Ja, weet ik meestal, geen ongeluk. Jeetje, wat een dikke getune politie A6, man. Absoluut. Ja, man. Hij heeft de lichtbalk en al. Jeetje, man. En vier wielen. Als die Maarten dan even komt helpen. Ja. Hé, Jan, help jij. Hé, Jan. Ik zou het niet nog een keer proberen, vriend. Hé, joh, hé. Politie slaat erop los. Dat gaat naar je baas. Hé, hey, die dikke Jan die mag ook wel even helpen, denk ik. Kom, meneer. Ik zeg even dat er spoed is. Kut. Ik hem aan en ik sla je. Ja, dan ben je. Kijken of alles nog goed zit. Onze motorkap! Heb ik toestemming om in uw auto te stappen? Ja. Oh, sorry. Maar hoe gaat het trouwens? Dat hoeft niet. Meneer de agent. Ja, die band erop heb zitten. Meneer de agent. Nee, hallo. Die agent heeft het druk, hè? Als jij de band erop hebt zitten, is het goed, hoor. Ja, ja mag... Oh. Ik hoef niet ja, te stappen. Ik wel. Die man hoeft niet te betalen. Oh, sorry. Oh jee. Wat een mooie sirenes. We moeten er langs. Dan erop met je vrachtwagen! Oh! Er staat iemand voor! Godverdomme zeg, ik beuk hem er gewoon uit. Ik ben er helemaal klaar mee.
Nee, het is een en al chaos bij de ANWB, dus als je daar moet komen, ja, ik weet niet. Ik zou gewoon de politie eruit pakken. Oh, jongens, het word ik helemaal gek vandaag. Het is weer zo'n dag. Ja, 02 staat dus 3. Hoort, de situatie? Ja, tweemaal ambu aangetroffen. Staan volgens mij gewoon nog overeind. Heeft er iemand een viertal mislukte bouwvakkers uitgenodigd op het HB? Want ze staan nu in de cellencomplex om muur te stukken. Daarna hebben ze alle medicatie uit ons voertuig gepakt. Ja. En die hebben ze meegenomen. Welke? Ik hoor kort dat de medicatie is gestolen en ik hoorde de naam Ali Straat vallen. Dit gaat er eentje worden, jongens. Ga eens even wat proberen. Misschien heeft hij er eentje op naam staan. Ik ben hier op mensen aan het schieten. Ik bedoel niet op mensen aan het schieten. Zij zijn nog maar aan het schieten. Ja, in ieder geval 02 algemeen. Momenteel met een sit-trap over de ambu-noodknop. Richard Koekjes, Bink Haula, Ali Straat bij betrokken. Een Jeep Grand Trekhaak, grijs van kleur bij betrokken. Zijn bedreigd met een vuurwapen. Hierbij zijn medicatietas uit de ambu gestolen. Trekhaak? Ja, positief. Hoort over. Dan de 42-2 ster. Even zoeken bij Bink Habla en Richard Koekjes voor die mogelijke trek, hè? Ja, 0-2 ster rijdt momenteel dus. Dan de 0-2. Positief. Dankjewel. Ali Straat heeft hem in ieder geval niet. Oh, dat kan ik niet. Laatste drie bij laatste schotenmelding. Correctie, wel iets aangetroffen. Er rijdt hier een auto een parkeerplaats op. Vraag met spoed eenheden erbij. Ik wil een melding maken. Ik weet niet of het een geweer is of een bom, maar ze zijn aan het schieten. Hallo! Met wie heb ik het genoegen? Ja! Ja. Goed verhaal. Ja, ik ga het wel controleren. Ik controleer dit even, want als ik bij die schotenmelding ben, is het toch wel weer niet. Kentekentje. Ik sta bij de schotenmelding. Ik zie mevrouw De Bruin op de grond liggen. Eén kogel in de borst. Nou, dat is best effectief dan. Ja, 06 voor u. Zowel Bink Habla als Richard Koekjes hebben beide geen jeep op mijn naam staan. Ja, gehoord. Maar als Denise is neergeschoten, is het vrij effectief. Doei. Met wie heb ik het genoegen? Gert. Hallo Gert. Gert, heb jij toevallig net een witte jeep gezien? Ja, Samson zat erin. Is dit niet gewoon Jan?
Nee. Ik wil even je legitimatie zien, meneer. Waarom? Op welke basis? Nou ja, omdat jij, ja. Ik wil even controleren. Waarom? Nou, Jan is vermist op een gegeven moment. We hebben aan de straat gezien met een vuurwapen. Het links, ik was er. Zwart M5. Ja, zeg. Ja, de jeep zit er ook achter. Momenteel Little Bighorn even noordelijk richting. Linksaf A1 richting. Ja, momenteel alweer uit zicht. Schoten. A1 op noordelijk richting. De jeep gaat in ieder geval A1. We zijn Ali Straat aan het zoeken. Oh, jullie zijn gewoon de A9 opgegaan. Die, we zitten nog steeds op de A1. Volgens mij wordt er gewoon letterlijk door de hele stad geschoten. Ja, dan is die andere mogelijk Jan Klomp over. Nee. Jeep aangetroffen A1. Snelheid? Dat is momenteel even stil, ik gok door een code iets. Die BMW zit ook nog op de A1? Ja, momenteel nog steeds A1. Je rijdt er frontaal voorbij. Dan ben je niet op de A1 over. Jawel, afslag gezien. Casino meent een nieuw U-turn en nu knalt hem er volledig frontaal naast. Ja, dat is dan wel belangrijke informatie om de volgende keer mee te delen, over. Negatief, want als het een grote zaak is, is dat niet helemaal de bedoeling, als je dan wat bedoelt. Goed. Dief. Pas op. Je dat nog echt even kijken bij die melding, om de hoek. Een hele goede middag. Ik wilde net mijn boodschapjes gaan doen. En toen zag ik ineens dat de winkel werd overvallen. Ga even hier komen. Ben je bij je donder? Ja, ik ga nog even zoeken naar die Jan. Belt. Hallo? Hey agent! Ja, ik weet ook niet waarom hier Ferdinand in mijn telefoon staat. Maar ik ben bij de AWB. En zojuist is mijn auto gestolen door de AWB'er. Gerard is toch? Ja. Gerard, waarom was jij net zo boos op mij? Ja, ik weet, volgens mij heb ik het verkeerd gelezen, maar niet uit. Ja, ik denk het. Wat is er? Nou, mijn auto is gestolen. AWB ging een nieuwe turbo inzetten. Ik liep even met iemand anders ergens heen. En een auto is weg. Oh, jee. Ja, verschrikkelijk nieuws. Oh, je bent er. Stap in. Stap in. Zijn auto. Ja, maar de duivel staat hier. Oh. Dat is één. Wat, welke auto is het? Ja, die staat hier nu niet meer. Dat is mijn auto weg. Hehe. Een dikke Hyundai V6 zijn we nu. V6 met een auto, ik heb premium, maar we met jaren. Met een turbo. Met een Hyundai, ja. Assistentiecollega in de ANWB, Jan Klomp. In ieder geval dat persoon die net bij die laatste schotenmelding was, staat nu in de ANWB over. Jan, die agent heeft aanrijdend. Meneer van de AWB, kom eens! Je hebt een noodknop ingedrukt. Ja. Meneer de Koper, hij zegt
Ja, meneer. Ik wil graag dat je de hele ANWB gaat evacueren, behalve die meneer met die... Direct. Oké. Okay. Ik sta maar bij jou in veilig. 422 voor alle eenheden, het gebouw allemaal verlaten. Graag via de personeelslid. Wat is er aan de hand? En zo. Ja, 02 gaat ook daar aan. Ik hoor je mensen dubbel, wacht even hoor. Wacht die... Wat is er aan de hand? Die is nu het kantoor ingelopen. Ik stap wel even uit. Wacht, aan, we even verlaten. Ja, wat? Dat er rechts in het kantoor en zo. Ik zeg de ANWB verlaten. Uit het gebouw. Oh, ja, dat sorry. Kan toch niet al wel? Rustig aan, meneer. Oh. Ja. Oh, er gaat helemaal auto's. Hij ziet. Hij is naar binnen gelopen in het kantoor, jongens. Iemand met een hoed is gezien bij een vuurwapenmelding. Ik zie hem niet staan. Even hoor. Doe eventjes. Oh. Hoor je mij nog, Renzo? Ik hoor je niet, Renzo. Hallo, meneer, maak jezelf bekend. Wordt het check? Ja, hier. Kom. Ik zie dat twee benen, kijk. Okay. Wat doe ik? Je hebt geen zwaar vest. Nee, ga maar voor. Politie, graag wil ik een melding maken dat er een winkelenaar wordt bedreigd. Politie, maak jezelf bekend. Zijn vuurwapens op je gericht? Bij iedere verdachte beweging zal er gericht geschoten worden. Politie, maak jezelf bekend. Hij is het kantoor in Renzo. Godverdomme. Ik zat net hier op het hoekje. Assistentiecollega in de ANWB over. Ja, wij staan in de ANWB. Oké, okay, ja. Één iemand aansluiten bij Renzo, één iemand bij mij. Ik weet niet of u die A6 weg wil hebben, maar dan kunnen ze er vandoor. Dan komen we de ANWB niet in. Je kunt er toch overheen klimmen? Dus dat is de weg die u wilt hebben over, maar maakt het niet uit. Ik weet een andere weg, kom maar. Kut, die werkt trouwens niet, laat maar. Je kan er overheen uit de klimmen. ANWB, ga eruit. Negatief, de deur gaat niet open omdat die richting buiten open gaat. Radio stilte. Rent nu één persoon uit. Ik heb hem hier in zicht. Hij ligt in een doos. Staan blijven! Achterzijde van het kantoor. Handen in het zicht houden. Wat? Handen in het zicht houden. Ik ben net persoon in zicht. Handen in het zicht houden. Er zijn vuurwapens op je gericht. Bij iedere verdachte beweging wordt er gericht geschoten. Op je knieën. Welke knieën? Ik heb zwakke knieën. Ja, dat maakt me niet uit. Handen in je nek. Ik ben achter je, Renzo. Zijn jullie bang? Ja. Kan één iemand naderen? Je bent omgangen. Ja, ik ben nader. Kom maar. Laat deze maar liggen. Geen verdachte bewegingen maken. Wat is er aan de hand? Vuurwapens bergen, eenmaal aanhouding. Okay. Momenteel ben je verdachte met die guy van een zaak met betrekking tot vuurwapens. Nogmaals, er is niets bewezen op het moment. Je bent verdacht van. Vandaar dat we deze voorzorgsmaatregelen nemen. Hallo? Hè? Ja? Luister je, of? Een beetje. Oké, je bent aangehouden. Je hebt het recht op een raadsman. Indien je die niet kunt voorloven, kan er eentje worden toegewezen vanuit het Openbaar Ministerie. En je hoeft niet te antwoorden op de vragen die we stellen. Is dat duidelijk? Oké. De reden dat je voor nu bent aangehouden is verdenking van het gebruik van een vuurwapen. Nogmaals, verdenking. Het is niet bewezen, maar ik ga je in ieder geval even fouilleren op basis van de wet wapen en munitie. Heb je iets bij wat je niet bij mag hebben? Yup. Wat dan? Een mes. Een mes. En waar zit dat mes? In mijn mes. In je mes, oké. Renzo.
Ja. Het is zeker een mes in je broekzakken. Kom eens. Oké, ja, dat mes heb ik inderdaad gezien. Gaan we in beslag nemen. Wat? Ja, moet even vragen of verder, je ziet dan, ja, is nou iets bijzonders. Ja, even kijken, jouw voertuig, waar heb je die staan? Hè? Waar staat jouw voertuig? Ik wil mij beroepen op mijn zwijgrecht. Oké. Mag je voor nu heel eventjes plaatsnemen achter in de B-klasse? Ik zal even meenemen die kant op. Wacht, waarom? Ik heb niks bij me. Wat nogmaals, is er nou? Omdat ik eerst je auto even gecontroleerd. Ik dacht dat ik hem daar heb geen auto. Oh nee, nou dan de auto waarmee je was, waar je uitstapt. Die ga ik controleren. Sorry, ja, ik zag niet dat het dicht was. Meekomen. Kom maar. Maar je hebt de achterklep open. Ja, klopt. En de rest staat echt niet aan de buitenkant. Heel eventjes in de B-klasse zetten. Nogmaals, mocht ik niks aan. Ik wil niet, ik wil niet! Hallo. Zet mij niet in de B-klasse. Nou, waar wil je dan in de A6? Ja! 2 seconden om weg te lopen of ik heb echt een koop. Het maakt me niet uit. Yippie! Dat is niet de bedoeling. Wegwezen. Ja, hij moet die B-klasse in verband met dat iedereen anders ziet wie het is. Het spijt mij zeer. Weg. Dat is oh, blijf nou even staan. Nee, niet zo ver. Niet te ver. Nee. Nee. Kut. Wat een lul. Ja, ben je in die A6, jongen? Klootzak. Ja. Uit, ik ben niet meer gewoon. Hou hem gewoon aan, joh. Ja, dan heb je mishandeling erbij. Stappen maken. Velen zit hij alleen zijn stamman? Fuck, je moet er ook nog bij als het moet. Je hebt je kans er gewoon mee bij dan. Het rolt een eind op, man. Jorik, waar ben je? Nou, de auto niet zo snel. Oh, dat is helemaal gek, joh. Dit doet de dag raar. Nee, de auto ook niks. Dan mag die gaan. Ja, oké. Okay. Voor alle eenheden ter plaatse. Meneer wordt vrijgelaten. Er is geen vuurwapen aangetroffen over. Hij wordt vrijgelaten. Wat, waar is Jorik? Meneer Klomp was het, hè? Ja. Is er dus een etnische profilibiciën? Nee. Mee, stap in die G-klasse. Waarom? Mees, ga je weg! Stap in voor, die G-klasse, ga je weg! Het geweld dat het u is toegepast. De bedreiging met vuurwapen. De gevangene ontsnapt momenteel. Collega, dat is niet de bedoeling, denk ik. Wat? Ja, maar even alle... Oh. Hoe noem je dat? Alle voertuigen gecheckt. Nou, er zit niemand meer in. Ligt niemand meer in. Nou, wat is dit? Hey! Nee! Oh. Jij me verraden! Ik deed het niet expres, sorry. Sorry de knorrie, oprecht. Vanuit mijn hart. Ja, de 42-6 moet echt wel echt op status 8 nu. Meneer is vrijgelaten, dat was verder in orde. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne dienst. Toep hoor, Alesi. Ho. Toep hoor, Alesi. Rij maar verder hoor. Er zit niemand meer in die auto. Oh. Het zal. Er komt trouwens een Amarok met ongeveer 600 km per uur jullie kant op. Meneer Arendt zegt van het stuur. Zo, kijkers. Ik ga er vandoor. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze stream. Doe even een duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer uiteraard zeker weten voor meer. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan tot de volgende stream op mijn kanaal. Laters. Tell me